Fontes heeft zijn handtekening gezet onder een manifest van Amnesty International, waarin aandacht gevraagd wordt voor seksueel geweld onder studenten. Een behoorlijk aantal van hen krijgt wel eens te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Nou, dat kunnen foto's zijn van ongewenste situaties, kunnen ook opmerkingen zijn. Appjes naar elkaar sturen die eigenlijk ongewenst zijn. En vooral ook soms het niet willen stoppen. De een geeft zijn grens aan en de ander gaat toch door. 46.000 studenten zijn Fontes. Een heel groot deel daarvan zal wel te maken hebben gehad met seksueel geweld. Dus dat maakt het uiteindelijk wel een groot probleem. De school heeft daarom van sociale veiligheid een topprioriteit gemaakt. Omdat zowel studenten als medewerkers zich veilig moeten voelen als ze aan het werk zijn. En zeker voor studenten als ze aan het studeren zijn. Want dat bepaalt heel erg hun, ja, ik zou zeggen, hun geluk, hun plezier, en maar ook het succes van ze als student. Gelukkig heb ik het nog niet echt meegemaakt of gezien. Anders zou ik er zeker wel wat van zeggen. De school was al maanden bezig aan dit project. Maar door de onthullingen over grensoverschrijdend gedrag bij het tv-programma The Voice of Holland is het onderwerp ineens het gesprek van de dag geworden. Het was nogal een shock voor vele mensen. Alleen voor mij is het dan wat minder een shock, omdat ik dan weet wat er gebeurt bij achter de schermen. Vooral relaterend aan Hollywood, zou ik dan zeggen. Jij wist al dat het gebeurde. Ja, ik weet dat mensen die wat bekender zijn en influencers, die dan vaak wel gekke dingen doen. Zeker omdat het nu heel erg speelt, gewoon in heel Nederland. Dat het toch, er komen iedere dag weer nieuwe dingen naar boven in bekend Nederland dan. Dus ik denk wel dat het iets mee te maken heeft en dat het nu meer bespreekbaar wordt of zo. Ja. Ik denk dat het zeker wel meerwaarde kan hebben dat het nu zo'n groot actueel onderwerp is. Dat het wel duidelijk maakt van kijk, dit is het probleem, dat onderwijsinstellingen misschien nu wel denken van oké, dit is wel echt daadwerkelijk iets waar we iets mee moeten. Om seksueel geweld succesvol aan te kunnen pakken, moeten er wel dingen beter georganiseerd worden. Om te beginnen moet er een duidelijk meldpunt komen. Ja, is het studenten nu duidelijk waar ze aan de bel moeten trekken als zoiets gebeurt? Nou, ik vind nog te weinig. Ik merk, ik ben nu een paar jaar coördinator, dat we daar echt goed op die voorlichting aan het inzetten zijn. Maar dat kan nog veel beter. Ik zou zelf niet weten waar ik persoonlijk naartoe moet als zoiets gebeurt bij mij of zo. It's something that I think they need to greatly improve. Coming from an American point of view, we have so many security things put in place so things don't happen. And if it does, they can report it anonymously. Or we have specific people that talk to us monthly that we know that we can go to. Okay. Ik denk dat er nog wel veel aan kan gebeuren. Dat meer dat wat open wordt gemaakt bij je leerlingen, dat ze weten dat ze ergens naartoe kunnen als er zoiets gebeurt. Daar gaat Fontes nu dus werk van maken. Verder moet er vooral veel gepraat worden om duidelijk te maken dat seksueel grensoverschrijdend gedrag niet wordt getolereerd. Steeds maar weer bespreekbaar maken van dit soort thema's. Hoe doen we dit? Wat zijn onze grenzen? Vooral de grenzen ook aangeven. Over die streep gaan wij niet. Dat is niet wat wij willen binnen Fontes. Dat is denk ik een heel belangrijke actie. Fontes was de eerste onderwijsinstelling in Brabant die het manifest heeft ondertekend en roept andere scholen op dat ook te doen.